Goedemorgen, middag of avond, iedereen die naar dit gesprek zit te kijken vanuit huis. Welkom bij dit deel van de serie gesprekken die we voeren in het kader van de jaarlijkse Warandelezing. Dit jaar met als onderwerp Weet wat je eet, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem. Een veelzijdig, ingewikkeld en vooral ook alomtegenwoordig onderwerp. Heel relevant in deze tijd, denk ik. En misschien ook wel een onderwerp waar veel van ons wel te weinig van af weten. In deze serie gesprekken lopen wij vooruit op de daadwerkelijke lezing, die hopelijk later dit jaar alsnog fysiek zal gaan plaatsvinden. En ja, dat gaan we op die manier doen. Okay, dankjewel, Stijn. Vandaag hebben wij het genoegen om in gesprek te gaan met een van de sprekers die ook aanwezig zal zijn bij de daadwerkelijke Warandelezing, hopelijk later dit jaar. Een spreker met een indrukwekkende staat van dienst binnen het publieke domein, meer dan 10 jaar ervaring bij de gemeente Almere, functies als manager, consultant, directeur bij verschillende initiatieven en werkgevers, van werkzaamheden bij zogenoemde start-up incubators tot ervaringen met grootschalige nationale duurzaamheidsprojecten. Verder in haar carrière heeft zij een initiatief geleid omtrent de slimste regio van de wereld, waar ze met haar bestuursvoorzitterschap directie gaf aan Brainport Eindhoven. In recentere jaren heeft ze zich ingezet als CEO van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, waar ze zich heeft ingezet voor duurzame en innovatieve projecten, ondernemerschap, ondersteuning van leden en stakeholders. Hierna heeft ze zich toegespitst op de duurzaamheid van de voedselindustrie, op circulariteit en op voedselverspilling, als docent aan de Hass University of Applied Sciences. Na deze diverse carrière, met als rode draad landbouw, natuur en voedselindustrie, vervult zij momenteel een rol als gedeputeerde landbouw, voedsel en natuur voor de provincie Noord-Brabant. We hebben vandaag het genoegen om te spreken met Elies Lemkes. Welkom, Elies. Dankjewel, Stan. Om te beginnen misschien een leuke vraag om te openen. Wat houdt uw baan eigenlijk in? Wat doet u op de dagelijkse basis als gedeputeerde? Ja, we zijn eigenlijk het dagelijks bestuur van de provincie. Hè? Provinciale Staten, dat is natuurlijk het hoogste bestuursorgaan in Brabant. En wij zijn het dagelijks bestuur. Dus wij geven uitvoering aan het zogenaamde bestuursakkoord dat gesloten is. Ja, wij moeten zorgen dat dat verwezenlijk wordt. Oké, duidelijk. Misschien dan ook leuk om een vraag te relateren aan ter illustratie van het onderwerp. Wat betekent de noodzaak van een nieuw voedselsysteem voor u? Waar denkt u aan als wij het over dit onderwerp hebben? Ja, voedsel is eigenlijk zo essentieel uiteraard voor iedereen, voor elk mens. En je staat er eigenlijk niet bij stil, zeker niet in Nederland, wat erbij komt kijken om dat voedsel ook elke dag weer op je bord te krijgen. Dat vereist eigenlijk een heel systeem. Een systeem waar Nederland eigenlijk heel goed in is. Hè, wereldwijd staan we bekend om onze efficiënte en ook wel duurzame voedselproductie. Hè, dat hebben we opgebouwd net na de oorlog, zou je kunnen zeggen. In het kader van nooit meer honger. Van hoe kunnen we nou op een zo goed mogelijke manier veel voedsel produceren. Nou, daar zijn we echt een soort kampioenen van geworden in de wereld, zou je kunnen zeggen. Er wordt heel veel naar Nederland gekeken. We zijn natuurlijk een heel klein land, eigenlijk in de ogen van andere continenten, zou ik bijna zeggen. Een soort stad, hè, waar je op een hele kleine schaal voor heel veel mensen voedsel weet te produceren. En ook nog eens een van de grootste exporteurs van voedsel bent in de wereld. Met een universiteit natuurlijk in Wageningen die top is in de wereld. En ook spelers in die hele voedselketen die internationaal ook heel goed scoren. Hè? Als je denkt aan allerlei bedrijven die exporteren zowel dierlijk als plantaardige producten. Dat systeem is ontstaan, heeft zich ontwikkeld. Heeft ook wel een beslag gelegd op de ruimte, op het milieu in Nederland. En je ziet dat, en dat zie je in zijn algemeenheid, hè, we hebben te maken met klimaatverandering, we hebben te maken met de teruggang van biodiversiteit, hè, in de hele wereld zou je bijna kunnen zeggen, maar zeker in ons land, dat we heel kritisch moeten kijken van hoe produceren we ons voedsel, wat kunnen we hier produceren en hoe kunnen we dat dus op een duurzame manier doen. Want dat staat erg centraal, duurzaamheid en wat bedoel ik daar dan mee, hè? Dat er moet eigenlijk een soort nieuwe balans komen. Hè? Voedselproductie is van belang voor de economie van Nederland en zeker ook voor Brabant. Hè? We zijn een grote voedselproducent.
Maar het gaat wel om dat in balans moet met de omgeving. En dan bedoel ik met de natuurlijke omgeving, dus met respect voor de bodem en duurzaam watergebruik. En ook met respect voor de omgeving, dus het ruimtegebruik in relatie tot de woonomgeving en de leefomgeving. Dus dat is eigenlijk de opgave waarvoor we staan. Een systeem dat economisch goed moet kunnen functioneren en renderen. Een systeem dat ecologisch ook in evenwicht is. En een systeem waarmee je goed verbonden bent met de omgeving. En dat is in een klein land als Nederland best een opgave. Ja, want dat betekent, je ziet ook als je kijkt naar natuurbeleid, en ik heb beide in mijn portefeuille, dat vind ik juist ook het hele boeiende, eerlijk gezegd, om daar die balans ook in te vinden. Dat vanuit het oogpunt, als je kijkt naar, bijvoorbeeld naar water, naar hydrologie, door die klimaatverandering moet je aan klimaatadaptatie doen. Daar hebben we ook een heel plan voor in Brabant. Hè. Dus dat betekent dat je heel goed moet kijken van hoe ga je om met je watersysteem. Hè. Eerst hadden we veel te veel water en nu hebben we last van verdroging. Dus je moet zorgen dat je daarmee in mee kunt bewegen. Nou, en water is natuurlijk heel belangrijk als je kijkt naar de voedselproductie. Ja, niet alleen voor de boer, maar ook voor de bier- of de frisdrankproducent, om het maar zo te zeggen. Die onttrekken natuurlijk ook water. Ja, dus het gaat ook, en dat is ook echt wel mijn uitgangspunt. Die voedselproductie die zal tot een nieuwe balans met de omgeving moeten komen. En ik denk dat het ook ontzettend goed mogelijk is. Technologie kan daarin meehelpen, maar ook andere systemen. Niet alleen technologisch van het voeren van een agrarisch bedrijf. Maar het gaat om, als je dat wil veranderen, dan betekent het dat de hele keten daarin mee wil doen. Mee moet doen. Want anders lukt dat niet. Nu lijkt het net alsof je alleen de boeren zouden moeten veranderen, maar het gaat ook om manieren van voedsel produceren met minder water, minder toevoegingen, minder energiegebruik. Het gaat ook om het transporteren van voedsel, het gaat om het verpakken van voedsel. En we hebben dat allemaal hier heel mooi bij elkaar in Brabant. Dus wij moeten ook met elkaar die verandering kunnen aanzetten, ben ik van overtuigd. En dat is niet gemakkelijk, dat kost ook tijd, dat moeten we ons ook realiseren, maar het is heel goed mogelijk. Ja, dan is eigenlijk om het een beetje een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik wilde stellen. Dus, maar kort samengevat, inderdaad, eigenlijk, we zijn dus heel goed geworden in wat we doen. En daarom neemt het nu heel veel beslag in van onze ruimte. En heeft het best wel een impact op, in ieder geval in Brabant, maar eigenlijk in heel Nederland het geval. Ja. Ik hoor je zeggen, er is een nieuwe balans nodig met de omgeving. En helemaal aan het einde van je vorige verhaal dat je ook inderdaad al een paar partijen noemen. Mijn volgende vraag was eigenlijk, welke partijen en betrokkenen zijn er nou allemaal belangrijk in deze transitie? Ja, nou, als je kijkt naar die voedselproductie, dan heb je te maken echt met een keten. Hè? En het begint met zaadveredeling natuurlijk. Nou ja, daar begint het al, of het nou dierlijk of plantaardig is. Als je kijkt naar, bekend is altijd de tomatenplant, zeg maar, de tomatenzaden, hè, die de waarde van goud zo'n beetje hebben. Je kunt nieuwe zaden ontwikkelen. Die ook misschien ervoor zorgen dat een gewas minder water nodig heeft of minder gewasbescherming of wat dan ook. Daar zitten ook allerlei regels weer aan vast overigens. Hè. Nou, dan kom je natuurlijk bij de boer die de primaire productie verzorgt. Nou, als je kijkt naar watergebruik, als je kijkt naar gewasbescherming, als je kijkt naar veehouderij, gezondheid, dierenwelzijn, uitstoot, emissies, hè, daar kijken we dan met name naar. Hè. Nu is stikstof natuurlijk erg in de belangstelling. Daar ligt een opgave. Maar hij begint dus met zaadveredeling, de boer, dan de productie van voedsel. Dus als je kijkt bij het verwerken van voedsel, spelen een aantal punten een rol. Ook daar weer energie die je gebruikt, water die je gebruikt, toevoeging die je gebruikt, verpakking die je toepast. Maar ook hoe ga je om met het verlies van voedsel, dus voedselverspilling. En dan bedoel ik niet de verspilling aan de consumentenkant, maar ook de verspilling van de biet wordt niet het blad gebruikt, maar het is wel eiwitrijk. Dus dat zou je ook wel weer kunnen gebruiken als veevoer, maar je kunt het ook misschien wel verwerken tot hoogwaardige eiwitrijke producten die zelfs voor menselijke consumptie geschikt is. Hè. Dus die voedselverspilling, en we gooien het groen van de prei weg, hè. Nou, dat is eigenlijk ontzettend gezond.
Dat kun je hergebruiken. Verwerken, gooi je de afval van de wortelen weg. Nou, kun je ook hergebruiken, ook van het zacht fruit. Nou, dat bedoel ik dan met voedselverwerking. Nou, vervolgens natuurlijk ook in het transport. Kun je aan verduurzaming doen. En uiteindelijk ook in de retail en in de foodservice. Ja, dat zit dan ook wel heel erg aan de verspillingskant. Maar het zit ook aan de kant van hoe kun je nog meer inspelen. Dus marktgericht produceren, door de markt gestuurd. Hè. Als je data kunt gebruiken, dan kun je zodanig produceren dat je eigenlijk bijna geen voedsel hoeft te verspillen. Hè? Dus dat speelt ook een rol. Dus die hele keten, en als je het over vleesverwerking hebt, dan zit er natuurlijk ook weer een slachterij tussen, waar ook nog weer duurzamer gewerkt kan worden. We hebben het over CO2-footprint. In alle schakels ligt er een rol om te verduurzamen. En als je het betrekt ook, want het moet ook allemaal betaald kunnen worden. Hè? Er kan al veel verduurzaamd worden, maar dan heb je systemen nodig die, ja, die ergens terugbetaald moeten worden. Dus als je van een boer eist, ja, maar ik wil een ander stalsysteem, brongericht, waardoor je heel weinig emissie hebt van ammoniak en stikstof, dan, ja, dan zal dat ergens in een prijs tot uiting moeten komen. Ja, gaat die slachterij, gaat uiteindelijk de consument dat betalen? Dus dat hele systeem haakt zo in elkaar dat je niet kunt zeggen, ik ga aan die schakel die eisen stellen. Je moet daar toch, ja, min of meer afspraken over kunnen maken met elkaar. Ja. Ja. Dus we zien ook eigenlijk inderdaad de hele keten. Is er dan ook één partij die we er echt uit zouden kunnen aanwijzen, die misschien wel de grootste verantwoordelijkheid draagt? Of is het echt even gespreid? Nee, ik vind dat echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? Want er wordt aan de ene kant heel erg naar boeren geweest, aan de andere kant heel erg naar supermarkten geweest, uiteindelijk naar de consument. Je ziet dat alle schakels in die keten daar gewoon een rol in vervullen. Het gaat echt wel om een, ja, een systeemtransitie, ja, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Goed, dat is wat de voedselverwerking betreft. En het gaat uiteindelijk natuurlijk altijd om verdienmodellen. Voor iedere schakel in de keten. En die moeten er gewoon zijn. En als ik dan naar weer de agrarische sector kijk, dan denk ik van oké, verdienmodel voedsel is één, maar misschien zijn er nog wel andere. Als je kijkt naar de rol van een agrariër in zijn omgeving, of in zijn of haar omgeving. Hè? Die is vaak breder dan alleen de voedselproductie. En die rol, denk ik, zal ook toenemen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het landelijk gebied, de rol van de boer daarin. Als je kijkt naar de opgave die we hebben, zeker ook in Brabant, maar in heel Nederland overigens, voor de ontwikkeling van natuur, het op niveau krijgen van de natuur, als je kijkt naar de habitatdoelen, maar ook het creëren van nieuwe natuur. Nou, dat is een mega opgave. Ja, wie gaat die natuur beheren, ontwikkelen, et cetera? Nou, daar zul je heel veel spelers voor nodig hebben. En daar kunnen ook boeren een belangrijke rol in vervullen. En als je kijkt naar het voedselsysteem, dan denk ik, oké, daar heb je natuurlijk ook verschillende mogelijkheden, in de zin van export zal heel belangrijk blijven voor Nederland, als je kijkt naar het verdienmodel van Nederland. Dus die bedrijven die exporteren moeten ook ruimte kunnen krijgen om ook te kunnen produceren voor die export. Aan de andere kant zie je ontwikkeling naar korte ketens, lokale voedselketens. Nou, dat zal ook opgang maken. En de kunst is om in die balans, hè, die we moeten vinden, die verschillende soorten van voedselproductie ook de ruimte te geven. Dus het is niet de keuze voor één systeem of zo. Het is keuze voor meer systemen. En hoe doe je dat dan? We zijn nu, als je kijkt naar natuurontwikkeling, heel erg bezig met gebiedsgerichte aanpak. Dat is iets waar ik ook erg in geloof. Dus dat je binnen een gebied gaat bekijken. Wat is nou goed mogelijk? Hoeveel agrarische productie kun je daar doen in relatie tot natuurontwikkeling en vice versa? Het kan betekenen dat je dat natuurinclusieve landbouw een heel, heel goed kan binnen een gebied. En in een ander gebied weer een ander type bedrijf veel beter past. Dus echt maatwerk. Ontzettend interessant om zo te horen welke dingen er in ieder geval al gebeuren en hoe heel die keten in elkaar zit. De verschillende voedselsystemen, de verschillende partijen die daar een rol in spelen. U zelf werkt natuurlijk voor de provincie Noord-Brabant. U gaf net al aan in het dagelijks bestuur als gedeputeerde voor onder andere het stukje natuur, het stukje landbouw wat u net al aankaartte. Wat is de rol van de provincie dan in deze transitie? Hoe zou u dat beschrijven?
Nou, die rol, kijk, we zijn natuurlijk bevoegd gezag, hè, voor ruimte met een omgevingsverordening. Hè. Dus je kunt in ieder geval in het kader van omgevingswetgeving hebben wij natuurlijk een rol die belangrijk is. Dus we zijn net met een nieuwe omgevingsverordening bezig. Dus nou, daarin kun je natuurlijk bepalingen opnemen die van invloed zijn op waar kun je wat vestigen. Dus het is heel goed om daar dan naar te kijken. Als je kijkt naar het beleid van de provincie, als je zegt van nou, we hebben een belangrijke opgave, ook als je kijkt naar natuur en leefomgeving, dan hebben we natuurlijk daar ook een belangrijke rol in. En je ziet de afgelopen jaren dat er veel te doen is geweest om de regelgeving rondom intensieve veehouderij, hè, met de emissies en de eisen die daaraan gesteld worden. Daar stellen we dus ook eisen aan. In relatie tot die opgave die we hebben op natuurgebied. Dus dat is een rol die we zeker kunnen vervullen, dus via regelgeving. Maar dat is de ene kant, maar aan de andere kant ook door het stimuleren van innovatie. En daar hebben we ook duidelijk ambities op het, als provincie. En we stimuleren ook innovatie om ook die transitie te helpen tot stand te brengen. En zeker een provincie als Brabant, die ook de high-tech in huis heeft. Nou, ik heb daar jaren ook natuurlijk in gewerkt als directeur van Brainport. Die biedt eigenlijk ook weer zoveel mogelijkheden voor innovatie. Zowel technologisch, maar ook sociaal, als je kijkt naar verbinding met de omgeving maken. Dat we als provincie juist ook daar een hele belangrijke rol in hebben, door ook de high-tech te stimuleren die voor de agri-food werkt. Net als dat we high-tech stimuleren die voor de automotive werkt of voor de life sciences. Hè, is dat ook een belangrijke rol die collega weer vanuit economie ook stimuleert. En ik denk ook in de verbinding met de Brabantse burger. En daar doen wij ook veel aan. Ook in relatie tot onderwijsinstellingen. Dat zijn allemaal rollen die we kunnen en willen vervullen. Want ja, we zijn ook trots op onze land- en tuinbouwsector. En ja, die willen we ook dragen als provincie. Mooi dat u de Brabantse burger ook aanhaalt. Ik moet zeggen dat ik kom zelf uit Brabant. Als Brabantse burger heel erg blij ben te horen dat de provincie Brabant in ieder geval heel erg actief meewerkt in deze voedseltransitie en de transitie naar een voedselsysteem, ook door het vestigingsklimaat, door beleid, door eisen te stellen aan alle actoren in die value chain, in de keten, door het stimuleren van innovatie en door de implementatie van technologie. Dat is hartstikke mooi om te horen. Eigenlijk een beetje een concrete vraag. Zijn er nou nog specifieke dingen die u dagelijks bestuur van de provincie nodig heeft van de verschillende partijen in de keten om deze transitie te realiseren? Zijn er nou nog dingen die ontbreken? Nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En we zijn begonnen met het maken van een beleidskader landbouw en voedsel. En daar moet ook een uitvoeringsagenda aan komen. Want uiteindelijk, hè, wat ga je nou doen met elkaar? Is het denk ik belangrijk dat er een gedragen beeld ligt van hoe ziet de Brabantse landbouw- en voedselketen er nou uit in 2030, 2040. Ja. He, dat je daar consensus over hebt. En dat je dus daardoor toekomstperspectief ook aan bedrijven kunt bieden. Want dat is vaak de klacht die je hoort. Van ja, we weten eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Want vandaag is er deze regel en over een paar jaar is er die regel. En nationaal wordt dit gevraagd en Europees wordt dat gevraagd. Nou, dat is wel wat we eigenlijk concreet willen kunnen bieden. He, dus een beleidskader dat een aantal jaren mee kan. En in ieder geval waar uitvoering aan gegeven kan worden. Ja, en in de uitvoering heb je natuurlijk van bedrijven ook gewoon commitment nodig. In de zin van, we gaan het ook zo doen met elkaar. Dat is heel concreet wat je nodig hebt. Ja. Ja. Eigenlijk door het hele gesprek heen wordt het mij, als ik zo zit te luisteren, wel duidelijk hoe hoeveel verbindingen er zijn, dat eigenlijk alles een beetje, alle partijen met elkaar verbonden zijn en dat we het niet alleen kunnen doen. Een vraag die ik zou willen stellen is, wat is nou eigenlijk een concrete eerste stap die we nu gaan nemen? En ik hoor je al over het beleidskader en de uitvoeringsagenda die daar nog bij moet gaan komen, dus misschien is dat op zichzelf al de eerste stap, maar wat is dan daaruit misschien bijvoorbeeld een voorbeeld wat een leuke eerste stap is waar we nu mee bezig zijn? Nou ja, ik denk dat we, en dat beleid was ook al ingezet, hè, dat we op die verschillende lijnen, of het nou gaat om het
Bevorderen van natuurinclusieve landbouw. Hè? Wat we echt ook met pachtbeleid en coaching en zo ondersteunen. We hebben een heel programma ondersteunende maatregelen. Dat is net geëvalueerd, dat werkt ook goed. Hè? Dus ook meehelpen boeren te denken, van te bepalen van hoe ziet mijn toekomstbeeld er nou uit. Hè? Dat, ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat doen. We hebben een taskforce toekomstbestendige stallen. Daar gaan we ook mee door. Dus we bouwen door aan die innovatie. Ik denk dat dat belangrijke stappen zijn, los van het beleidskader. Maar het gaat natuurlijk om, wat ga je nou concreet doen? Dat snap ik ook. Maar ook concreet in het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen we nu boeren die een biodiversiteitsmonitor willen toepassen. Melkveehouders die eigenlijk aan meer willen voldoen dan noodzakelijk is. Gewoon vanuit oogpunt van biodiversiteit. Die leggen de lat dus heel erg hoog. En die krijgen daar ook extra voor betaald de komende jaren. Nou, dan hoop je dat dat ook blijft als die subsidie ook weer voorbij is. Want dat is natuurlijk wat we heel erg hopen. Dus dat zijn eigenlijk concrete voorbeelden. Dus instrumenten, subsidies, coaching, ondersteuning. Aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk ook wel het grotere verhaal. Dus de connectie met Den Haag en via Den Haag weer met Brussel. Als het over gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat, als het over het nationale beleid gaat, dat we ook nodig hebben om die transitie te kunnen doormaken. Nou, die gebiedsgerichte aanpak is ook iets heel concreets, waar nu ook echt de transitie van de landbouw een opgave, een doel in geworden is. Dus de boeren zitten mee aan tafel. En als je kijkt aan de andere kant naar die voedselketen, is denk ik dat we, als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven als Kozen, hè, dat heel erg ook een innovatiecentrum heeft in West-Brabant. En kijkt wat je met eiwittransitie kan doen, hè? Hoe je aan eiwittransitie kunt werken. Nou, dat zijn initiatieven die we ook mee ondersteunen. We hebben Foodtech Brainport in Helmond, die richt zich op de conserveringstechnieken. We hebben een centrum voor, of Samen tegen Voedselverspilling, de stichting, die in Veghel is gevestigd met een heel programma. Dus we hebben ook wel hele concrete punten. We hebben de proeftuin precisielandbouw in Reuzel. Jacob van der Borne, die met behulp van allerlei high-tech technologie probeert de akkerbouw te verduurzamen. En ook een soort, ja, eigenlijk een hub is geworden van de boerderij van de toekomst. Nationale hub is geworden. We hebben de agroproeftuin De Peel, waar we proeven doen op het gebied van bodemverbetering. Kringlooplandbouw. Dus we zijn ook al heel concreet in Brabant bezig. Met allerlei concrete projecten. Pixel farming, strokenteelt. Allemaal hele concrete initiatieven die moeten bijdragen aan die verduurzaming. Ik denk, en dat is ook wel een van mijn ambities, hè, dat ik echt de verwerkende sectoren er nog meer bij zou willen betrekken. Ik weet dat bedrijven als Lembeest en Meijer ook bezig is om te kijken hoe kan ik nou de voorkant verduurzamen, die aardappeloogst of aardappelleverantie. Ik weet dat een bedrijf als Vion bezig is met het zorgen dat de CO2-footprint op de verpakking komt te staan. En het gaat niet om die verpakking, maar om het feit dat er gewerkt wordt aan het terugdringen van de CO2-footprint. Dus het gaat van een beleidskader tot heel concreet. En we doen het eigenlijk parallel. En proberen zo ook het elkaar te laten bevruchten, zou ik bijna zeggen. Overduidelijk. Concrete voorbeelden te over, inderdaad. Maar ook goed, ook goed om te horen dat daarnaast nog verder gezocht wordt naar andere opties. Inderdaad, met de verwerking wat je aangeeft. Waar dan misschien toch nog wel iets te bereiken valt. Ja. En ik vergeet nog de lokale ketens te noemen die we natuurlijk ook ondersteunen. Maar ook insecten, teelt, protix natuurlijk en alles wat daar. En nou ja, Den Bosch plantlab met vertical farming, een exportproduct geworden al van Brabant nu. Hè. Dus we zijn eigenlijk een hele rijke landbouw- en voedselprovincie. Ook als je kijkt naar de toekomst. Hè. Je ziet nu heel vaak de focus liggen op problematiek rondom stikstof, emissies, et cetera. Nou, ik denk dat we uit zo'n fase nu juist heel veel geleerd hebben en ook geïnvesteerd hebben in innovatie. Dus eigenlijk daar alweer in voorop lopen, in systemen waarmee je dat kunt voorkomen, emissies kunt terugdringen. Daar moeten we gewoon op voortbouwen. Maar dat is maar één aspect, hè, want we zijn eigenlijk ook een rijke provincie in de zin dat we zo'n brede sector hebben. Mensen denken wel eens het is een veeprovincie, maar we hebben evenveel akkerbouw, glastuinbouw, volle grondsteelt, boomteelt. Noem maar op. Dus daar zit wel evenwicht eigenlijk. Ja.
Ja, ontzettend mooi om te horen wat voor kleine stapjes en grote stapjes er al gemaakt zijn en gemaakt worden. En ook heel erg inspirerend om te horen dat we als Nederland en als provincie Brabant eigenlijk ook een voorloper zijn in dit opzicht. Met innovatie, technologie, inderdaad, ja. Bandlab, zoals genoemd is, CO2-productie op verpakkingen. En dat soort dingen dragen denk ik ook heel erg bij aan het gedragen worden van een bepaald beleid. Iets heel concreets nog voor dit gesprek. Er zullen natuurlijk ook heel veel studenten naar dit gesprek luisteren. Het is nu vooral veel gegaan, zojuist die eerste stap vanuit het beleid en wat er al gedaan wordt. Wat kunnen bijvoorbeeld de studenten van Tilburg University nou als eerste stap gaan doen? Nou, ik denk dat Tilburg University een heleboel kan betekenen. En die zou ik er ook graag veel meer bij willen betrekken, eerlijk gezegd, bij deze transitie. Omdat een aantal aspecten natuurlijk erg belangrijk is. Eén, verdienmodellen. Hè? En dan denk ik aan de economische studies, zeg maar eventjes. Hè? En bedrijfskunde. Ik denk dat dat een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn. Om daarop op te focussen. En misschien ook wel nieuwe businessmodel, concepten, et cetera. De andere component die erg belangrijk is, en die disciplines zitten bij uitstek in Tilburg, dat zijn natuurlijk de gedragsdisciplines. En dan heb je het over een aantal aspecten. Je hebt het over keuzegedrag van consumenten, als het gaat over duurzaamheid, over duurzaam voedsel. Zou erg geïnteresseerd zijn van, hey, hoe werkt dat nou en hoe kun je daar misschien ook iets mee doen? Maar ook gedrag van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Daar heb ik zelf, ik was lector dus bij de HAS, ook wat onderzoek naar gedaan. Dat is eigenlijk ontzettend boeiend dat je nu ziet dat duurzaamheid in de boardroom ook een serieuze discipline aan het worden is. Hè? Dat hing er een beetje bij, een beetje cosmetisch. Maar nu worden er zelfs echt sustainability, CSO's benoemd. Dat is best wel nieuw. Vind ik ook interessant. Het heeft ook veel met governance te maken. Dat is natuurlijk ook een discipline bij uitstek van Tilburg. Als je kijkt naar gedrag en de sociale component, denk ik ook aan relatie landbouw, voedselsector en omgeving. Gewoon de burger, de bewoner, de consument. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar in een leefomgeving? Vind ik ook interessant. En natuurlijk niet te vergeten, alles rondom datavisering. Ja, dus JATS, hè, of JATS, hoe je het wil noemen, in Den Bosch, samenwerking Tilburg-Eindhoven. Ik ben heel blij dat daar nu ook een strand agri-food is geland. Ontzettend belangrijk bijdrage aan die transitie. Omdat, dat heb ik nog niet zozeer genoemd, maar data, ja, dat is hier ook weer van cruciaal belang om die keten beter te kunnen laten functioneren. En daardoor bij te laten dragen aan duurzaamheid. Dus er zitten heel veel uitdagingen voor studenten van Tilburg University. En ik zou jullie ook echt willen uitnodigen om je eens te focussen op die landbouw- en voedselsector. Ik weet nog dat ik de overstap maakte van Brainport naar ZLTO. Dat mensen verrast waren van, wat ga jij nou doen uit die hele dynamische internationale high-tech wereld naar die wereld van mest en problematiek, et cetera. Maar ja, die is ontzettend interessant. Een hele innovatieve wereld. Voedsel doet ertoe, zeg maar even, voor iedereen. Dus interessant om je ook vanuit economie, bedrijfskunde, gedragsdisciplines, datadisciplines te richten op die sector. Die minstens zo boeiend is als life sciences, automotive of andere disciplines. Dus ik zou jullie ook willen uitnodigen om gewoon eens kennis mee te maken. Interessante, boeiende wereld. Ja. Zeker. Hartstikke bedankt voor die uitnodiging. En mooi om te horen dat wij inderdaad ook op educatief gebied daar een grote rol in mogen en kunnen spelen als studenten en als universiteit. Ook internationaal, dat vergeet ik nog expliciet te noemen. Maar het is bij uitstek natuurlijk een mondiale aangelegenheid. Ja. En ik denk dat de inzichten inderdaad over het economische aspect van de voedselindustrie, maar ook voedselsystemen, de gedragswetenschap die erachter zit, de gedragenheid van bepaalde beleiden, beleidsplannen en beleidsbeslissingen, dat een mooie afsluiter is ook om mee te geven aan onze studenten. Ik hoor u net zeggen, een bepaalde slogan meegeven. Stijn heeft daar nog een mooie afsluiter bij.
Ik wil net zeggen, over afsluiters gesproken. Wij doen vaker dit soort interviews bij ons op de campus met allerlei leiders uit het publieke sector en ook uit het bedrijfsleven. En dat doen wij binnen een kader, dat noemen we Food for Thought, oftewel stof tot nadenken. En dan sluiten we eigenlijk altijd af met dezelfde slotvraag. Nou hebben we vandaag al heel veel stof tot nadenken meegekregen, maar ik zou toch nog willen vragen. Als we nou één ding moeten meenemen van dit gesprek, wat zou dat dan zijn? Wat is uw of jouw Food for Thought voor de kijker? Nou ja, eigenlijk is het toch wel... Nou ja, ben je bewust van waar je voedsel vandaan komt? Hoe het geproduceerd wordt, door wie en wat erbij komt kijken? Dus be aware of your food. Kijk, en dat sluit mooi aan. Dat sluit mooi aan bij de titel van de brandenlezing. Weet wat je eet. Oké, mooi. Kijk. Super. Ik denk dat dat hem was, inderdaad. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ik heb hier echt met blosjes op mijn wangen echt zitten genieten. Zo. Grappig, ja. Leuk. Nou, ik vond het heel leuk om met jullie in gesprek te gaan. Dus hartstikke mooi. Goed. Ja. Veel succes en hopelijk dus tot ziens. Hè?